vaak stof. Echt. Nou, na 3 jaar kunnen we weer naar binnen. We maken er een groot feest van dit weekend. Bijna iedereen in Brummen heeft een herinnering aan Concordia. Met een zalencentrum, een kroeg en kegelbaan. Het was generaties lang dé ontmoetingsplek in het dorp. En vanavond gaat na 3 jaar de deur weer open. Een pak stof. Echt. Op de gevel hing die. Nou, we zijn op het podium hier. Eigenlijk de plek van Sinterklaas hier altijd was. Veel verenigingen, veel scholen hebben toneelstukjes gedaan. De plek waar het altijd was, het cultuurfeest of cultuurplek van Brummen. Maar de afgelopen 3 jaar was het muisstil in het zalencentrum en de kroeg, waar generaties lang werd getrouwd, gefeest en waar veel verenigingen hun thuisbasis hadden. Nou, dit is de kegelbaan. En die kegelbaan ligt er al vanaf 1924, maar die gaat wel weg. Want we gaan hier appartementen neerzetten. Met een combinatie van woningen en horeca willen de nieuwe eigenaren Concordia weer leven inblazen. Na een flinke verbouwing kunnen inwoners vanavond het eerste resultaat zien. Nou, na 3 jaar kunnen we weer naar binnen. We maken er een groot feest van dit weekend. Ik liep hier altijd met mijn vader langs met de rolstoel. En dan zei mijn vader, jammer hè. Jammer dat hier... Dat hier niks gebeurt. Maar toen kwamen er 3 wijze heren uit het oosten. Die hebben het gekocht. En die zochten een uitbater. En dat ben ik geworden. Dit wordt weer de plek van Brummen. Dit wordt weer waar het gaat gebeuren. Alle cultuur, alle gezelligheid. Ja, dat gaan wij hier doen.